De Nederlanders hebben naar schatting zo'n 600.000 Afrikanen vervoerd over de Atlantische Oceaan. En verantwoordelijk hiervoor was de WIC, de West-Indische Compagnie. In deze video leer jij over de WIC en de transatlantische slavenhandel. Tot het einde van de 16e eeuw voeren Nederlandse kooplieden naar West-Afrika, het Caribisch gebied en de noordoostkust van Amerika. West-Afrika was de plek voor goud en ivoor. Zout werd gewonnen in het Caribisch gebied en bont in Noord-Amerika. Om de krachten te bundelen werd in 1621 de West-Indische Compagnie opgericht, of onder de volledige naam de geoyocteerde West-Indische Compagnie. Je ziet op de vlag ook de letters GWC staan. Die G staat dus voor geoyocteerd. De grote kracht erachter was de Antwerpse koopman Willem Usselinx. De WIC werd bestuurd door de heren 19 die ook een vertegenwoordiger hadden in de Staten-Generaal die de Republiek bestuurde. De Staten-Generaal gaven de WIC het monopolie op de Atlantische handel, waardoor de driehoekshandel tussen de Republiek, West-Afrika en Amerika ontstond. En dit maakte de weg vrij voor de transatlantische slavenhandel. Een Nederlands schip vertrok vanuit Vlissingen of Amsterdam naar de Afrikaanse westkust. Dat toen de Goudkust geheten. Daar hadden Nederlanders diverse forten opgericht. Een van de meest bekende of beruchte forten was Fort Elmina. Dat ligt in het hedendaagse Ghana. Daar werden slaven, of tot slaaf gemaakte Afrikanen, op de schepen gezet. Maar hoe kwamen die daar? Nou, die kwamen daar door de West-Afrikaanse slavenhandelaren. Die trokken de Afrikaanse binnenlanden in. En daar namen zij Afrikanen gevangen en die voerden ze toen af naar de Afrikaanse westkust. Nou, en daar bevonden zich de Europese schepen en vervolgens werden de goederen die de Europese schepen vanuit Europa hadden meegenomen overgedragen aan die Afrikaanse slavenhandelaren. Ze kregen daar dus slaven voor terug en voeren met de schepen vol met menselijk waar naar de nieuwe wereld. Nou, de Nederlandse schepen die voeren veelal naar Suriname en Curaçao. Vervolgens kregen de slaven een week de tijd om uit te rusten, want zo'n scheepsreis was op zijn zachtst gezegd verschrikkelijk. Wanneer de wind meezat, kon het 4 weken duren, maar het kon ook wel eens 3 maanden duren. Slaven werden onderweg mishandeld, soms gebeurde dat zieke slaven overboord werden gegooid, seksueel geweld vond plaats. En er konden ook ziektes uitbreken, zoals pokken en dysenterie. Nou, bij aankomst moesten de slaven dus een week uitrusten. Dat was niet om humanitaire redenen, maar meer om commerciële redenen. Want een slaaf die er zwak uitzag, die leverde weinig op. Want vervolgens werden de slaven dus verkocht aan de hoogste bieder. In sommige gevallen hadden plantage-eigenaren contracten met de WIC. Werd afgesproken om een aantal slaven voor een bepaalde prijs over te dragen. En werden deze mensen dus direct naar de plantages gebracht. Nou, hier zie je een lijst van de Nederlandse schepen die in de 17e en 18e eeuw vanuit Afrika naar Amerika voeren. En krijg je een indruk wat het sterftecijfer was. Met de oprichting van de WIC kwam er een einde aan het 12-jarig bestand. Want Nederland was verwikkeld in de opstand, de 80-jarige oorlog, die in 1568 begon, waarbij Willem van Oranje de troepen tegen de Spanjaarden leidde. Deze oorlog duurde inmiddels al vele decennia en in 1609 werd er een 12-jarig bestand afgekondigd waarbij beide partijen afspraken dat ze voor 12 jaar niet met elkaar zouden vechten. Beide partijen hadden zo hun redenen. De Spanjaarden waren in oorlog met vele andere landen en wilden zo hun zaken op orde krijgen. Nou, men had gehoopt dat er een permanente vrede zou komen, maar die kwam er niet. Met Spanje weer als vijand zag de Republiek kaapvaart, ofwel piraterij, als een legitieme oorlogsdaad. Dit werd het Groot Design genoemd. Het idee was dus dat met de oprichting van de WIC Spanje beroofd moest worden van zijn koloniale rijkdom en daarmee de kans opnemen effectief oorlog te voeren tegen de Republiek. De meeste piraterij werd gepleegd in het Caribisch gebied en dat heeft geografische redenen, want piraterij ging om toeslaan en weer weg. Hit and run. En in het Caribisch gebied
was dat erg effectief. En de meeste plantages van de Spanjaarden en de Portugezen, waar de Republiek nu ook in oorlog mee was, die lagen aan de kust en vormden daarmee een gemakkelijk doelwit. De echte rijkdom, ja, die was natuurlijk te vinden in de Spaanse en Portugese zilvermijnen in Peru en Mexico. Maar die lagen ver landinwaarts. Nou, daar heeft de WC geen poging tot ondernomen om die te veroveren. Want dan moet je dus een grootschalige militaire expeditie opzetten en dan diep de binnenlanden intrekken. Maar dat wil niet zeggen dat ze het zilver niet konden veroveren. Want één man met een kleine naam heeft dat wel voor elkaar gekregen in 1628. En dat was Piet Hein. Hij veroverde de Spaanse zilvervloot. Met 31 oorlogsschepen veroverde hij 15 Spaanse galjoenen, gevuld met zilver, goud en ander kostbaar koopwaar. Dit leverde de Republiek zo'n 10 miljoen gulden op. Hedendaagse waarde was 100 miljoen. En daarmee konden ze hun oorlogsvloot uitbreiden om zo overzeese kolonies van de vijand te veroveren. Laten we eens even gaan kijken naar de kolonies waar de WIC de baas was. Begin 17e eeuw grepen de Nederlanders de controle over het gebied in Noordoost-Amerika en noemden het Nieuw-Nederland. Na de oprichting van de WIC nam deze organisatie de controle over Nieuw-Nederland over. Nieuw-Nederland bestond tot dan toe uit een semi-permanente nederzetting die vooral gericht was op handel met de lokale bevolking. In 1664, nog voor het uitbreken van de Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog, arriveerde een Engelse vloot in de haven van Nieuw-Amsterdam, de hoofdstad van Nieuw-Nederland. Beseffend dat verzet zinloos was, werd de kolonie overgegeven door de Nederlanders aan de Engelsen. Na de Tweede Oorlog met Engeland werd besloten dat de kolonie niet terugging naar Nederland, maar de Engelsen gaven daar een deel van Guyana voor terug. Aan de Nederlanders, Nederlands Guyana, en dat werd bekend als Suriname. Het zou een plek zijn waar de meeste Nederlandse slaven op plantages te werk gesteld werden. Suriname zou tot het jaar 1975 een Nederlandse kolonie blijven. In het Caribisch gebied liggen koloniën die nog bij Nederland horen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben een bijzondere status. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn autonoom binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederlands Brazilië. In 1629 kwamen de Nederlanders overeen dat Portugees Brazilië ingenomen moest worden. De noordkust van Brazilië kon dienen als uitvoer. Als basis en er bevonden zich lucratieve suikerplantages. En zo landden de Nederlanders op Brazilië en ze verjoegen de Portugezen. De Portugezen werden echter niet verslagen, nee, die trokken zich naar de binnenlanden en bleven vanuit daar de nieuwe Nederlandse kolonie bestoken. De militaire kosten van deze operatie bleken gigantisch te zijn. Prins Johan Maurits werd in 1636 gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië. Hij ondernam verdere militaire campagnes tegen de Portugezen om de Nederlandse invloed uit te breiden. Hij boekte succes in het noorden, maar de Portugese troepen hielden de Nederlandse troepen in het zuiden tegen. En de gebieden die de Nederlanders innamen waren niet lucratief, want door de oorlog werden veel suikerplantages vernietigd en de slaven die erop werkten vermoord of verjaagd. Nederlands-Brazilië zou eindigen in 1654. De Nederlanders waren inmiddels weer in oorlog met Engeland en zo waren de Portugezen in staat om hun kolonie te heroveren. Het verlies van Brazilië, zoals historicus Henk ten Heijer schreef, had te maken met het feit dat de Nederlanders geloofden dat het veroveren winst zou opleveren. Maar dat was volledig mislukt. In plaats van dat ze de kolonie wellicht hadden gedeeld met de Portugezen en zo winst eruit konden halen, wilden ze het hele gebied veroveren. En dit was simpelweg niet mogelijk en zorgde voor een enorm verlies. De teleurgang van de WIC was dus te wijten aan het verlies van Brazilië. Daar had de WIC zijn tanden op stuk gebeten. De grote oorlogsschulden maakten het onmogelijk te investeren in de toekomstige handel in West-Afrika, die wel potentie zou hebben. De Staten-Generaal verklaarde de WIC in 1674 failliet. Toch werd er vanwege de bestaande handel en de Nederlandse koloniën in 1675 een tweede WIC opgericht. De tweede WIC hield het nog ruim een eeuw vol en ging failliet in 1792. Toen nam de Staten-Generaal de gebieden van de WIC over. Wil jij meer weten over de Gouden Eeuw? Klik dan hier. En als jij interesse hebt in
Hoe de Nederlandse slavernij tot een einde kwam, die werd afgeschaft pas in 1863. Klik dan hier. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.